Goedendag, welkom bij Museum het Rembrandthuis in Amsterdam. Ik ben Lideweij de Koekoek, directeur van dit hele bijzondere museum. En ik neem jullie mee op een tour door het museum. Een plek waar Rembrandt 19 jaar heeft gewoond en gewerkt. We bevinden ons in de Jodenbreestraat, in het hartje van Amsterdam, nabij de Nieuwmarkt en wat we nu kennen als het Waterloopplein. Dit huis, deze buurt, is dus de plek waar Rembrandt bijna 2 decennia woonde en werkte. Het was in zijn tijd een statig en kostbaar huis en paste helemaal bij zijn ambities als jonge kunstenaar. We zijn inmiddels binnen door de voordeur in het Rembrandthuis. In de 2 meest representatieve openbare ruimtes. Dit is het voorhuis, hiernaast is de zijdelkamer. En dit was een belangrijke plek voor Rembrandt, want hier onthaalde hij zijn opdrachtgevers, zijn goede vrienden en andere zakelijke contacten. Maar ik wil u even een stapje terug in de tijd nemen. Rembrandt werd geboren in 1606, hetzelfde als het bouwjaar van dit huis, heel toevallig. Rembrandt groeide op in Leiden en zijn eerste atelier was ook in Leiden en waarschijnlijk met zijn goede vriend en medekunstenaar Jan Lievens. In 1625 gaat Rembrandt in de leer bij Pieter Lastman. Pieter Lastman die hier aan de Jodenbreestraat ook zijn atelier had. En Lastman was een beroemde historieschilder. Hij was beroemd om de schilderijen die hij maakte van bijbelse, mythologische verhalen. Vandaar dat we noemen historie. Een verhalenverteller was hij. Rembrandt is een half jaar bij hem in de leer geweest. Hij ging toen terug naar Leiden, waar hij een succesvolle jonge kunstenaar werd. En ook zijn eerste beroemde, later beroemde leerling Gerrit Douw aannam. In 1631 verhuist Rembrandt definitief naar Amsterdam. Hij komt aan het hoofd van het atelier van Hendrik Uilenburg. Het atelier van Hendrik Uilenburg moeten we zien als een soort portrettenfabriek. Voor de beaumonden van Amsterdam, de rijke inwoners, die wilden allemaal portretten van zichzelf en hun familieleden laten maken. Rembrandt kwam aan het hoofd van het atelier te staan. Jonge man, ambitieus en ongelooflijk getalenteerd. Het atelier van Hendrik Uilenburg lag direct naast wat nu het Rembrandthuis is. En dat atelier is inmiddels ook onderdeel van het museumcomplex. In 1639 koopt Rembrandt dit huis. Inmiddels is hij getrouwd met Saskia Uilenburg. Saskia, de nicht van Hendrik, die hij dus in het pand hiernaast heeft ontmoet. Hij is getrouwd met Saskia, ze leven in grote stijl. Hij doet het ongelooflijk goed en hij wil een huis dat daarbij past. Dus in 1639 koopt hij dit statige grote pand voor 13.000 guldens. Een vermogen in die tijd. Het Rembrandthuis, zoals jullie het nu zien, is ingericht zoals het was in de tijd dat Rembrandt hier woonde en werkte. Hoe weten we dat? Dankzij een ongelooflijk belangrijk document. In 1656, aan de vooravond van zijn faillissement, werd er een boedelinventaris opgemaakt. Samen met Rembrandt liep een ambtenaar van de gemeente door alle kamers in het huis. En minutieus werd genoteerd wat er aan meubels stond, wat voor kunstwerken er hingen, hoe het was ingericht. En op basis van die boedelinventaris is het huidige museum helemaal ingericht. We bevinden ons nu in de zaal. Dit is een ruimte achter het voorhuis, dus wat dieper in het huis. Een hele mooie ruimte, hoog, groot, met een prachtige schouw. En dit is de ruimte waar de familie woonde. Dus de familie sliep, at, woonde hier samen in deze ruimte. Je ziet achter mij een hele mooie bedstee. En we weten exact hoe deze ruimte eruit zag, omdat Rembrandt deze ruimte meerdere keren heeft getekend. En hij heeft hem ook getekend op het moment dat zijn vrouw Saskia in bed lag. Rembrandt en Saskia hebben veel geluk gekend met elkaar.
en met hun kinderen, maar ook veel ongeluk en veel verdriet. Drie kinderen waren al op jonge leeftijd gestorven toen Titus werd geboren. En Titus was het kind van Rembrandt en Saskia dat uiteindelijk de volwassen leeftijd zou bereiken. Echter, Saskia was geen lang leven beschoren. 9 maanden nadat Titus was geboren, stierf zij hier in deze ruimte, in dit bed, zoals Rembrandt haar heeft vastgelegd. Ze was slechts 29 jaar oud. Na het sterven van Saskia veranderde er heel veel voor Rembrandt. In zijn manier van werken, in wat hij deed overdag. Minder grote opdrachten, minder prestigieus werk. Hij trok heel veel naar buiten om te tekenen met zijn leerlingen en met bevriende kunstenaars. Hij leek wat meer in zichzelf gekeerd. Waarschijnlijk om het verdriet van het verlies van Saskia te verwerken. We zijn aangekomen in de grote schilderkamer. Het atelier van Rembrandt, waar hij zoveel van zijn beroemde meesterwerken heeft gemaakt. Het was ook de grootste ruimte in het huis. En wat jullie vooral zien is het licht, zoals dat in Rembrandts tijd ook binnenviel in zijn atelier. Licht uit het noorden, de prachtige constante inval van licht. Exact dat wat een groot kunstenaar nodig had. De ruimte is ook ingericht zoals het was in Rembrandts tijd. Dat weten we omdat hij vele tekeningen heeft gemaakt. We weten waar zijn schildersezel stond. We weten ook waar modellen werden neergezet om getekend te worden. Dit is ook de ruimte waar zijn leerlingen, waar medewerkers de verf voorbereiden en de doeken, de grote doeken, voorbehandelden. Dit was dus het hart van het huis. De plek waar hij zijn oeuvre creëerde. Rembrandts huis was in feite ook een soort kunstacademie. Rembrandt had altijd zo'n 4 à 5 leerlingen die hier werkten en die zich wilden bekwamen in de stijl van Rembrandt. Meestal was het een soort postacademisch onderwijs. Ze waren al in de leer geweest bij een andere meester en gingen speciaal naar Rembrandt omdat zijn stijl zo beroemd en zo succesvol was. Hier in deze ruimte werkten de leerlingen in kabinetjes met schotten afgescheiden van elkaar, waarin ze oefenden in alle aspecten van het schilderen, maar ook tekenen. Ze schilderden, ze leerden hoe ze een doek moesten opzetten, hoe ze een voorstelling in doodverf moesten opzetten en ook hoe ze bijvoorbeeld hun eigen zelfportret konden schilderen, zoals Rembrandt dat natuurlijk heel veel deed. Rembrandt had heel veel leerlingen die later beroemd zijn geworden, beroemder zelfs dan hij. Denk aan Govert Flink en Ferdinand Bol, die na hun leertijd bij Rembrandt de meest succesvolle kunstenaars van Amsterdam werden. Maar ook kunstenaars als Samuel van Hoogstraten en Karel Fabricius en Gerbert van de Eekhout, die hier bij Rembrandt hun eerste stappen op weg naar een succesvol kunstenaarschap zetten. We zijn nu in de kunstkamer, de ruimte waar Rembrandt zijn verzameling kunstvoorwerpen en rariteiten uitstalde. Hij had van alles hier, Romeinse borstbeelden, borstbeelden van filosofen uit de antieke oudheid, koraal, munten, schelpen, opgezette dieren en heel veel kunstvoorwerpen. Hij liet hiermee zien dat hij een heel vermogend kunstenaar was en dat hij wist wat er allemaal uit verre streken in Amsterdam aankwam. Amsterdam was een metropool, een internationale handelsstad, waar uit oost en west, noord en zuid, alle werelddelen goederen werden aangevoerd. En Rembrandt was er als de klippen bij om het mooiste uit te zoeken en aan zijn verzameling toe te voegen. Rembrandt kocht dus aan de lopende band kunstvoorwerpen en rariteiten. Hij liep veilingen af, hij verzamelde van alles. En dat kostte een vermogen. Hij had onder andere een verzameling van zo'n 8000 tekeningen en prenten van kunstenaars die hij bewonderde. Kunstenaars uit zijn eigen tijd, maar ook beroemde voorlopers zoals Lucas van Leiden, Albrecht Dürer en Raphaël. Dit alles heeft hem dus heel, heel veel geld gekost. Het is niet de enige reden waarom hij later failliet zou gaan, maar het is wel een onderdeel van factoren die ervoor zorgden dat hij uiteindelijk hier uit het huis moest vertrekken. Verkeerde beleggingen, grote uitgaven,
weinig opdrachten, eigenzinnigheid in wat voor kunst hij maakte. Dat alles, samen met zijn grote verzamelwoede, zorgde er uiteindelijk toe dat hij dus failliet ging. Wel is het zo dat Rembrandt in zijn latere leven zijn mooiste kunstwerken heeft gemaakt. Hij kwam in dienst bij zijn zoon Titus en zijn tweede vrouw Hendrikje. En in die relatieve rust die hij had, zonder te grote financiële kopzorgen, maakte hij de mooiste werken ooit. Rembrandt stierf in 1669. Hendrikje en Titus waren hem voorgegaan. Alleen een dochter, Cornelia, een dochter die hij samen met Hendrikje had, heeft hem overleefd. In 1906, Rembrandts 300ste geboortejaar, ontstond het plan voor de oprichting van een Rembrandtshuis, een museum. Een groepje Amsterdamse kunstenaars zette zich hiervoor in. En in 1911 werd het museum uiteindelijk geopend door koningin Wilhelmina. En inmiddels bestaat het museum ruim een eeuw en zal het museum hopelijk nog heel erg lang blijven bestaan.